Gezinnen in Nederland redden het steeds vaker niet meer. En dat betekent ook dat er steeds vaker kinderen in de klas zitten die nog niet hebben gegeten, die honger hebben. Dit is het moment voor de Alliantie Kinderarmoede om niet alleen onze organisatiekracht te laten zien, maar ook de veranderkracht die we hebben. Want ontbijt op school, dat verzacht de situatie voor het kind op die dag. Maar het doet nog weinig in het versterken van gezinnen en kinderen om de armoede te ontstijgen. Of überhaupt het veranderen van het systeem waarmee we voorkomen dat deze gezinnen in armoede leven. Mijn naam is Sanne Spiro, ik ben projectleider van de Alliantie Kinderarmoede. En ik roep jullie op om het organiseren van ontbijt op school te zien als een unieke kans om het gesprek aan te gaan over kinderarmoede. Dus ga in dialoog met elkaar of met kinderen op school. Kijk of je überhaupt een armoedebeleid al hebt op school, wat je schoolbreed kunt doorvoeren en borgen. Of kijk in de lokale netwerken die jullie hebben, of er een samenwerking is waardoor je elkaar beter in en om de school kunt vinden voor deze kinderen. Wat kun jij doen? Laat je het weten als je ondersteuning van ons nodig hebt. Want alleen samen redden we het.